De baby's die in het academisch ziekenhuis Paramaribo zijn komen te overlijden, waren besmet met de Serratia-bacterie. Dat maakte het ziekenhuis gisteren bekend op een persconferentie. 6 kinderen blijken uiteindelijk overleden te zijn aan deze bacterie. Zowel algemeen directeur Claudia Redan als haar medische deskundigen zijn uitgebreid ingegaan op de situatie bij de neonatale intensive care unit. Microbioloog en arts Ed IJzerman gaf uitleg over de bacterie. Serratia is een bacterie die verwant is met de E. coli. Het is een zogenaamde enterale bacterie, maar het verschil met de E. coli is dat de Serratia niet in het menselijk darmkanaal voorkomt. In tegenstelling natuurlijk tot de E. coli die wij allemaal bij ons dragen. Hij komt wel voor in het spijsverteringskanaal van dieren, maar buiten het lichaam kan hij ook uitstekend gedijen in vochtige omgevingen. Het is niet een zeldzame, het is geen bekende verwekker van ziekenhuisinfecties, maar hij is ook niet helemaal zeldzaam. In de zin dat als je in de literatuur kijkt, zul je de Serratia toch tegenkomen als veroorzaker van ziekenhuisinfecties. Er is inmiddels een calamiteitenteam ingesteld om de situatie in het ziekenhuis onder controle te krijgen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de infectie. Uit de calamiteitencommissie is een onderzoeksteam geformeerd en dat onderzoeksteam is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat is er nou precies aan de hand. Dat onderzoeksteam heeft zich geconcentreerd op verschillende sporen. Er is gekeken naar de patiëntjes zelf, met andere woorden, er is een zogenaamde case control studie gestart. De cases zijn de patiëntjes en de controles zijn de overige niet besmette kinderen en dan wordt gekeken wat zijn nou de verschillen tussen de besmette kinderen en de niet besmette kinderen. Dat is een nog steeds doorlopend onderzoek, want dat is een onderzoek dat vrij intensief en daardoor ook wat langer gaat duren. En daar hopen wij de uitkomsten in de loop van volgende week samen met PAHO over te kunnen rapporteren. Daarnaast is natuurlijk gekeken waar kunnen wij die bacterie dan aantreffen. U zag Ed IJzerman, microbioloog en arts van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, over de bacterieuitbraak die aan 6 baby's het leven heeft gekost. Er waren in totaal 13 kinderen besmet.